Minister Parmisser geeft startsein voor matching grant call for expression of interest. Het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, is een programma van de regering van Suriname onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, FAO, en gefinancierd door de Europese Unie, EU. SAMAP heeft op 30 september 2019 de lancering gedaan van de eerste SAMAP Matching Grant Call for Expressions of Interest. Vanaf vandaag kunnen er aanvragen worden ingediend om in aanmerking te komen voor de matching grants die het SAMAP-project biedt onder haar Matching Grant Facility. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.